Zoals hier op de A28 bij Bijlen. Daar waaide een auto van de weg en kwam in het naastgelegen weiland terecht. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Ook waaiden er een paar bomen om. Onder andere op het erf bij een boer in Heiken. En ook in Stuifzand was het raak. In de Hoofdstraat in Hogeveen waren ze te laat met het weghalen van de kerstversiering. Dat heeft de wind inmiddels gedaan. Verder kwamen bij de brandweer nog meldingen van stormschade binnen vanuit Emmen en Dalen. En uniek, voor het eerst in de geschiedenis gingen alle 5 de stormvloedkeringen van Nederland dicht. Zoals hier bij Kampen. Deze kering zou ook in Drenthe moeten zorgen voor droge voeten. Maar daar merkt boer Martin Hilberts weinig van. Hier zien we een perceel tulpen wat afgelopen oktober geplant is. Dit moet, als het goed is, volgend voorjaar in april weer mooi gaan groeien en bloeien. Alleen, u ziet, het water staat in de sloten net zo hoog als op het land. De greppels lopen. We hebben erg veel water gehad de laatste dagen. En ik voorzie hier toch wel dat we hier schade gaan krijgen, dat hier wel wat gaat verrotten. Al weken is het voor boeren te nat om op het land aan het werk te gaan. We wouden vandaag ook rooien, maar ook door deze weersomstandigheden besloten vanmorgen om wat anders te gaan doen. Wij telen ook tulpen, dus we zijn met de jongens, met onze medewerkers ook rond nu op de percelen om greppels te spitten. Om ook te zorgen dat we volgend voorjaar weer bloeiende tulpen hebben. Maar dat valt nog niet zo heel veel mee, want het is erg nat. Het vele water heeft niet alleen maar nadelen. In sommige overloopgebieden ontstaat nieuw leven, zoals hier bij Amen. Die boeren die last hebben, hebben gewoon last. Dat ontken ik zeker niet. Maar voor dit gebied voegt het eigenlijk wat toe. Hè? Waar het vroeger gewoon grasland was, is het nu een grasland met een waterpartij. Dus meer ruigte en daar komen dus ook heel veel vogels op af. En dit is een leuke overwinteringsplaats voor bijvoorbeeld wilde zwanen en allerlei de zilverreigers, allerlei koeten, hoentjes, noem maar op. De overloopgebieden om het water langer vast te houden zijn er niet alleen maar voor de vogels en de natuur. Vanaf dit gebied verandert het in rechte sloten, tenminste deels, waar het water heel snel richting de stad Groningen stroomt. Hè, en dan komt het uiteindelijk vanaf hier in de Waddenzee. Ja, als dat water allemaal te snel die kant op stroomt, dan hoopt het zich weer op in zo'n stad. En dan krijg je daar last van natte voeten. En dat is ook niet wat we willen.